Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training video nummer 8. We zijn aan het eind gekomen van de drieluik over transformaties, oftewel verplaatsen, draaien en schalen. Dus in deze video schalen. En wat bij andere video's ook zo, ik gebruik deze video als aanleiding om ook weer heel iets anders erbij te vertellen. En in dit geval is dat over transformaties vastleggen of toepassen. Iets heel belangrijks, wat je niet moet missen. Dus blijf kijken. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Maar voor we het over dat vastleggen gaan hebben, is maar eens gewoon kijken naar schalen op zich. En het kan ook gewoon op twee manieren. Net als bij de vorige video's, manier 1 en 2. En manier 1 is met de toetsen. Alright, gaan we even naar blenden. En dit is ook gelijk de doelopdracht die je kan downloaden van mijn site. Wat is er aan de hand? Nou ja, die objecten staan overal nergens. De draaiing is vreselijk. En ook de schaal. hele kleine haai en een mega grote vogel. En de doelopdracht is dat jij deze objecten gaat fixen. Zet ze op de goede plek. Geef ze de goede draaiing. En vooral ook de goede grootte met schaal. En S uh, is de toets die je daarvoor kan gebruiken. En dit is de S van scale. Oftewel groter of kleiner maken. Oftewel schalen. All right. Ik heb deze vogel even geselecteerd. En die ga ik even in local view bekijken. Dan weet je nog hoe dat moet? Heel goed. Numpad slash. Als je daarop drukt. Dan uh, kun je deze vogel in local view bekijken. Kijk, de rest is niet weg. Maar ik isoleer deze vogel. En dan kunnen we eens even naar kijken. Nou ja, um, S is dus de toets om de schalen. En als je dat doet, dan wordt de vogel dus groter en kleiner. Hij zit vast aan mijn muis. Ik beweeg alleen mijn muis, maar ik druk geen enkele knop in. Pas als ik links klik, dan bevestig ik dus de schaling. En die schaling kan je ook ongedaan maken met rechts klik. Wat je ook gewend bent van verplaatsen en draaien. En wat je ook gewend bent van verplaatsen is draaien, dat je het ook kan combineren met een van de assen. Dus ik hier op S en dan op I druk of zo, dan kan dus alleen schalen over I. En ik doe het gauw even ongedaan, want dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar zo werkt dat dus. Hetzelfde als de andere. Wat ook kan is uh, S. En dan kan ik bijvoorbeeld Shift Z doen. En wat er dan gebeurt is dat die, ik zal het laten zien, S en dan Shift Z. Dan kan die dus wel schalen over de X en de Y-as, maar niet over de Z-as. En als je dat maar heel erg doet, dan krijg je dus een hele platte vogel. Anyways, um, op die manier kun je dus de schaal gebruiken. Oh nee, ik wil nog even één dingetje laten zien. Kijk, als ik heel erg dichtbij mijn origin-punt ga staan met mijn muis en ik druk dan op de S, dan zal je zien dat die schaling dus heel gauw heel erg groot wordt, omdat je met je muis heel erg dichtbij zat. Zit je met je muis wat verder weg en je drukt dan op S, dan is dat allemaal wat subtieler. Dus dan uh, moet je wel weer rekening mee houden. Als je te dichtbij gaat, dan plop, je beweegt je muis een klein beetje, krijg je krijgt ineens een enorm object. Alright, dat is over schalen manier nummer 1. Maar uiteraard is er ook nog een manier, en dat is schalen manier nummer 2. De, de widget uit het T-menu. Weet je wel, we hebben er al best wel wat gehad. Uh, verplaatsen, draaien en schalen. En hier vind je het knopje van uh, uh, schalen. En als je die actief hebt en je selecteert je object, dan krijg je hier de schaalwidget. En ja, het gebeurt wat je zou verwachten. Je kan overal klikken. Hier alleen over de z-as, hier over de y-as en hier over de x-as. En als je ergens anders klikt, dan zal hij dat uniform doen, dus met alle assen. Uh, hetzelfde. En hier vind je ook de vierkante blokjes. En als ik hierop klik, dan kan die dus niet schalen over de y-as. Of als ik op het rode blokje van de x-as klik, dan kan die dus niet schalen over de x-as, maar die andere wel. En hetzelfde hier ook. Als ik hier op het blauwe knopje van de z-as klik, dan kan die dus niet schalen over de z-as, maar over de as X en de i wel. Dus deze widget kan je ook zeker gebruiken. Maar zou je denken, voor de oplettende kijker, er zit hier nog een widget. Ja, en dat klopt. Dat is een Uber-widget. Een Uber-widget, waar alles in zit. niet of nu al ook op opeens uitgepraat of zo. Ik weet het ook niet. Um, ja, de widget hier vind je dus uh, verplaatsen met de pijltjes, draaien met de lijntjes en schalen met de blokjes. Ik vind deze widget niet handig. Ofwel, ik weet het niet. Het is een beetje veel of zo. Het is echt, alles zit erin. Maar hey, als jij het fijn vindt uh, bij all means, ga en lekker gebruiken. Verplaatsen, draaien, schalen en de Uber-widget. Of gewoon lekker niet, dan laat je hier gewoon je gereedschap van je box select actief. En dan gebruik je gewoon de G, de R of de S in combinatie met X, I, Z en al dan niet met Shift. Nou, dat is allemaal nog wel goed te doen. En nu komt nog iets heel belangrijks, namelijk het vastleggen. To apply in het Engels, oftewel uh, toepassen of vastleggen. Ik kon niet kiezen welke ik wil gebruiken. Vastleggen, toepassen, whatever. Ik noem het gewoon vastleggen. Maar vastleggen waarvan het vastleggen van die transformaties en eventueel resetten. En dat heeft alles te maken met Ctrl-A en Alt-G, R en S. En beter laat ik het je even zien. Uh, we zitten weer in Blender en ik heb hier uh, die vogel. Die vogel heb ik nu geselecteerd. En aan de rechterkant van mijn 3D viewport vind je nu het N-menu. En die haal ervoor tevoorschijn met uh, de toets N. Of course. Kijk maar, als ik heel vaak op N druk, dan klapt dat open. En als ik eens een beetje inzoom, gaan we er eens even goed naar kijken. Want um, ik heb hier het n menu en dat M-menu bestaat uit verschillende tabbladen. Nu staat de item tool en view, maar als je add-ons installeert, dingen toevoegt, stukjes software kan toevoegen aan Blender, dan komen hier meer tabbladen en zo. Maar anyways, um, dit is het belangrijkste, dus item. En hier vind je onder item, vind je de transform data. Eigenlijk de transform gegevens van de objecten die je hebt geselecteerd in je viewport. En dan heb je natuurlijk over locatie, rotatie en twee over schaal. Waarom twee bij schaal? Dat ga ik je zo laten zien. En uh, bij elke heb je dus een rijtje van x, y, z, x, y, z en dus twee rijtjes uh, onder schaal voor x, y, z. Nou, ik heb deze vogel even geselecteerd en ik uh, ga hem eventjes omhoog verplaatsen. En dan zie je dus dat de locatiegetalletjes uh, veranderen. Ja, logisch toch? En als ik op R druk, dan zie je dat de rotatie verandert. En als ik op schaal druk, dan zie je dat alle schaalgetalletjes veranderen. Oké. Okay. Um, met de volgende geselecteerd ga ik eventjes naar object, het grote objectmenu. En dan vind je hier Apply. En hier enorm veel mogelijkheden. En al deze mogelijkheden gaan we lekker negeren. We gaan het hebben over de eerste drie. Die van locatie, rotatie en schaal. Nou, je kan dus helemaal met je muis naar object en dan Apply en dan uh, deze kiezen. Maar sneller is het om gewoon de toetsenbordkommie te gebruiken. Ctrl A. Dus ik heb de vogel geselecteerd en ik druk op Ctrl-A. En dan krijg je datzelfde apply menu, wat je hier dus uh, ook vindt. Nou, um, wat gebeurt er als ik op Apply location druk? Oké, okay, let op. Wat? Er gebeuren twee dingen. Kan je al ontdekken welke twee dingen? Nou, het eerste wat er gebeurt, is dat het origin punt van de vogel is naar de World Origin vertrokken. Wat is de World Origin? Nou, dat is eigenlijk de plek waar al deze assen elkaar kruisen. Het is het ultra-punt. Ultieme middenpunt van uh, de wereld, zeg maar een beetje scheef zetas, als, maar je krijgt het idee. Het ultieme middelpunt van de wereld bevindt zich dus uh, hier zo. Een origin punt is dus van de vogel naar het midden gegaan. Dat heeft als gevolg. Dames en heren, dat de locatiegegevens opeens allemaal op 0 staan. 0 voor X, 0 voor Y en 0 voor Z. Ja, logisch natuurlijk, want dat originpunt staat precies op uh, het wereldnulpunt, zou je kunnen zeggen. Maar ja, wat heb je eraan? Want het originpunt is nu helemaal buiten de vogel. Dus als ik nu op uh, R druk, dan draait hij om het originpunt uh, heen. Maar ja, zo werkt het nu eenmaal. Maar gelukkig ga je dat originpunt makkelijk weer terug naar de vogel krijgen. Heb ik in de vorige video laten zien, of die video daarvoor, in ieder geval object. Set origin en dan origin to geometry. En geometry is je mesh, je 3D-object, in dit geval de vogel. En hoppakee, het origin zit weer in de vogel. Maar dan heb je hier een paar random getallen die uh, de positie natuurlijk aangeven. right, nou dat is over de locatie. En nu eens kijken naar de rotatie. Um, want die uh, getallen zijn er ook. En de rotatie kun je ook toepassen en weer naar terug resetten. Kijk, als ik deze vogel heb en met R ga ik die een beetje draaien, dan veranderen dus die uh, getalletjes. En wat ik dan kan doen is deze rotatie toepassen. Dat doe je dus weer met Ctrl-A. Ctrl-A. En als ik op Ctrl aandruk, dan krijg ik weer een minuutje en doe ik Apply Rotation. En wat valt op? Nou, dat origin-punt blijft gewoon lekker zitten. Maar wat wel opvalt, is dat hier de X, Y en de Z op 0 staan. Dus dit is nu de toegepaste rotatie van deze vogel. Eigenlijk zeg je maar, tegen Blender: dit, deze draaiing, dat is de standaard draaiing. Zo moet je het zien. Want kijk, als ik deze vervolgens weer een random rotatie geef of zo, weet je zo, mooi kontje vogel. En vervolgens druk ik op Alt-R. Zul je zien wat er gebeurt, Alt R, dan gaat hij weer naar de draaiing die ik net met Ctrl A heb vastgelegd. Dus stap 1 is een draaiing geven. Stap 2 met Ctrl A die rotatie dus vastleggen. En met, uh, mocht je hem dan later nog de andere kant op draaien, kun je hem met Alt R weer terugdraaien. Dus Ctrl A en met Alt R kun je dat dus uh, fixen. En nu even kijken naar die van schaal. En we gaan even weer kijken naar het N-menu. Kijk, hier bij locatie vind je hier gewoon overal een emmertje achter staan. En dat staat voor meter. Bij rotatie vind je hier zo'n uh, klein rondje staan. En dat is natuurlijk van graden. Dat is alles te maken met rotatie, de draaiing. En hier bij schaal vind je opeens twee rijtjes, 1 xyz met gewoon getallen met niks erachter en hier dimensions met wel een m erachter en dimensions moet je zien als gewoon de echte afmetingen van dit object en dit is hier gewoon echt de draaiing van dit object en dit hier is de locatie in meters van dit object, de vogel. Nou, dat moet je trouwens zien. 9 bij 8 bij 6, dit is echt een heel erg grote vogel. Maar je kan blenden dus instellen met echte maten en dat soort dingen. Maar goed, hier bij schaal vind je dus zo'n random getal. En dat is meer een soort factor die eigenlijk altijd op 1 moet staan. Punt. Niet 1 punt, maar gewoon 1. een punt als van, ik ga mezelf. Ik ga nu niet een heel lang technisch verhaal houden over waarom dat precies 1 moet zijn. Want. Ik zou daar gewoon fouten in maken, niet kunnen uitleggen. Het boeit ook niet heel veel. Maar aan de andere kant boeit het ook wel heel veel. Want als deze getalletjes niet op 1 staan, dan kunnen er nare dingen gebeuren in Blender. En dat wil je niet. Ja, maar wat voor nare dingen dan? Zou je je dan afvragen? Nou, dat ga ik je in toekomstige video's wel een keertje laten zien. Maar niet voor deze. Voor nu moet je alleen maar weten dat die schaal gewoon altijd op 0 moet staan. Nou, ik laat nog even één keertje zien. Ik maak deze vogel. Ik geef hem... Maak hem maak ik hem nog groter. En met uh, Ctrl A ga ik eventjes die schaal dus uh, toepassen. Die heb ik nu dus toegepast. De schaal staat weer op 1. En ik maak hem bewijs van weer even uh, kleiner. En dan kan ik die schaal dus weer ongedaan maken. En dan gaat hij terug naar de net ingestelde waarde. En ongedaan maken doe je dus met Alt-S. Dus Alt-S. Alt-S. Hoppakee, die moet ik hebben. En dan gaat hij weer terug naar de waarde die ik net heb ingesteld. Nou. Um, Wauw, dat was echt een heel erg misschien wel lang en technisch en wat saaie verhaal. Het enige wat je echt moet onthouden, dat komt ie. in het m-menu. Je dus de data kan vinden voor de locatie, rotatie en de schaal en dat je dus die kan toepassen met Ctrl. A-menu, locatie, rotatie en schaal. En dat er dan ja, een beetje verschillende dingen gebeuren. Die heb ik hier net laten zien. Maar het belangrijkste is toch wel de schaal. En als je, die, als je iets uh, schaalt, uh, dan moet je eigenlijk gewoon Ctrl-A, apply scale. Want dan komen deze getalletjes hier op uh, 1 te staan. En dat is een goede zaak. Um, je zult vanzelf merken dat met name als je aan de slag gaat met het maken van modellen. Dat het applyen van die schaal echt wel een uh, dingetje is. En heel erg belangrijk om niet te vergeten. Alright, tijd voor de doelopdracht. En die is fixte objecten. Hoe doe je dat? Door eigenlijk alles toe te passen, wat je in de vorige video's allemaal hebt geleerd. Over navigeren in Blender. Snel naar objecten toe gaan. Misschien zelfs een beetje bekijken. in local view. En natuurlijk dat verplaatsen, draaien en schalen. En als je er zin in hebt, kan je ook nog eens even een keertje die transformaties toepassen en zo. Maar aan de andere kant, gewoon lekker een beetje prutsen. Daar leer je ook hartstikke veel van. Dus. Ga naar mijn website, download dit blendfile en open die. En ga eens aan de gang met objecten die je daar ziet. En zet ze op een leuke, logische, gekke plek neer wat jij maar wil. Nou, en hoe kun je dit aanpakken? Nou, ik ga het nu even laten zien. Maar wat ik niet ga doen, is elke keer op al die knoppen drukken. Want ik hoop zeg maar dat dat ondertussen al een beetje in je kopie terecht is gekomen. En wat ik echt kan aanraden: download dat blenderboek. boek. En print hem uit of whatever. Leg hem naast je toetsenbord neer. Want dan heb je een ander overzicht om naar te kijken. Nou, wat handig is ook is dat je van ze bovenaf eens even bekijkt. En de dingen al ongeveer op een goede plek eh, neerzet. Nou, deze vogels zijn natuurlijk belachelijk groot. Deze vis maak ik eventjes kleiner. Die zet ik hier ergens. Wil ik die in een golf? Deze vogels wil ik eh, netjes achter elkaar aan hebben. Vliegen. Die zet ik eh, hier neer. De haai wil ik uh, ergens hier en dan deze kant op gedraaid. En uh, misschien hier dan nog ergens de vogel. Dan heb je in ieder geval vanaf de 7, numpad 7 top view. eens even goed bekeken. Nou, uh, vanaf 1, numpad 1, ga ik even hier kijken. Nou, deze vogel zet ik daar neer. Deze vogel een beetje hier. Die boot zit nog een beetje te hoog. Die vis zweeft nog in de lucht. Die zet ik dan hier neer. En 3 ga ik even van de rechterkant bekijken. Die vis staat hier. De haai zit nog ergens hier. Die vogels zitten daar, deze hier. Misschien een beetje groter. All right. Ga ik even naar de boot kijken. Nou, die uh, is nog de verkeerde kant op. Verkeerd. Er is geen goede fout. Die draai ik een beetje zo. Zet ik dan weer terug op de golf. En als je het van meerdere kanten bekijkt. Dan helpt dat om de dingen op de goede plek te krijgen. En de, een van de volgende video's is ook het snapmenu en daar leer ik jou hoe je ook objecten in één keer naar een bepaalde plek kan snappen. Dat is eigenlijk veel handiger. Maar voor nu moet je het maar even zonder doen, want dat is hartstikke een goede oefening om dat navigeren, schalen, transformeren, roteren, etc. gewoon allemaal een beetje in de knie te krijgen. Nou, en als je er tevreden mee bent, wat moet je ook weer doen? Precies. De in ieder geval de schaal toepassen. Je selecteert het object, Ctrl A en je past de schaal toe. En dat kan ook met alle objecten in één keer. Ik heb ze nu allemaal geselecteerd. Ctrl A, Apply Scale. En wat je dan ziet in het M-menu: dan staat die schaal dus netjes op één. En uh, voor nu denk je echt, boeien dat hij opeens staat. Maar later word je daar echt heel blij van. Dat was het weer voor deze video. In de volgende video gaan we het hebben over. Een toetsje en die heet komma. Weer zo'n minuutje In de video daarna gaan we het over het punt hebben. Punt en komma zijn twee verschillende minuutjes. Die je op die manier heel snel onder je muis kan oproepen. En die ook iets heel handigs en belangrijks doen. Ik zie je daar, maak iets.